Super leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag ga ik jullie weer laten zien wat ik zo op een dag doe. Het is vandaag donderdag. Het is 8:30 geweest volgens mij. Ja, en ik ga zo mijn make-up doen. Ik doe nu niet elke dag mijn make-up, maar ik ben van plan om vandaag ook een andere video op te gaan nemen. Dus dan vind ik het wel fijn om een beetje make-up op mijn gezicht aan te brengen. Dus daar ga ik de ochtend mee beginnen. Nu mijn make-up helemaal klaar is, ga ik even mijn planning voor vandaag noteren. En daarna ga ik ontbijten, want ik heb echt heel veel trek. Ik ben eigenlijk een persoon die zich bijna nooit verveeld. Ik kan mezelf heel goed vermaken. In het verleden heb ik ook al een aantal anti-verveeltips video's gemaakt. Mocht je die nog niet hebben gezien, ik zal ze wel even hieronder in de beschrijving zetten. Maar als ik bijvoorbeeld niet weet wat ik moet doen, dan probeer ik wel zo productief mogelijk te zijn. Of ik ga echt letterlijk niks doen en ik lig straight op mijn bed of op de bank en doe niks. Maar als ik echt iets wil doen, dan probeer ik iets in het huishouden te doen. Iets te organiseren, koken, mijn kast op te ruimen, nieuwe outfit combinaties proberen, mijn dag uitplannen, heel veel eten, een nieuwe hobby uitproberen. Ik heb trouwens een paar dagen geleden een keyboard besteld, maar het duurt even voordat hij binnen is, maar ik ga mezelf leren keyboard spelen. Weet je, zulke dingen. Soms vind ik het wel leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Ja, ik denk dat het gewoon in me zit dat ik mezelf gewoon heel erg goed kan vermaken. Ik ben een persoon die heel goed alleen kan zijn. Ik doe heel veel dingen graag zelfstandig. Dus ja, in deze periode verveel ik me niet. Want ik heb ook gewoon zat dingen te doen. Dus ik ben wel gewoon benieuwd. Wat is jouw ultieme anti-verveeltip? Laat het hieronder in de reacties achter. Oké, nu gaan we ontbijt maken. Heb ik mijn go-to smoothie van dit moment gemaakt. En een bolletje met vlokken. En eentje voor Richie, want die moet ook ontbijten. Ik heb weer eens boodschapjes gedaan. Het is wel echt een hele workout om boodschappen te doen. Ik ben wel blij. Ik geniet er wel van als ik nu naar buiten ga. Want dan heb ik een doel. Ik heb nog nooit boodschappen zo leuk gevonden. Oké, shotlog. Voor lunch wil ik iets gaan maken wat ik vroeger best wel vaak had, namelijk wraps met zalm. Het is echt veel te lang geleden en ik heb er super veel zin in, dus dat ga ik zo bij mij iets klaarmaken. En voor vanavond gaan we soort van gado gado eten, niet helemaal. Ik heb daar wel wat ingrediënten voor ingeslagen. En morgen gaan we pasta eten, dus daar heb ik ook alvast dingen voor ingeslagen. En wat andere handige dingen die toch al van pas komen. Thank you.
De camera staat klaar. Wat betekent dat, Rits? It's filmtime. Wat een troep op de achtergrond. Ja. Maar we gaan dus samen een video opnemen. Joep. We hebben de video net opgenomen. Ik heb een suikerdip, want het was zoveel suiker. Het is echt een bende. Hoi. Maar vond je het leuk en lekker? Jawel, ja. Gaan we nu dit allemaal opeten? Wil je me dikke? Nee. Maar ja, we verspreiden het wel over een periode. Over 24 uur. Nou, ik ga niet alles in één dag opkrijgen hoor. Maar het was wel leuk om te doen. Ik weet niet welke video er eerder online komt. Deze vlog of die snoepproefvideo samen met Rits. Maar in die video heb ik dus mochi geproefd voor het eerst. En ik vond het helemaal niks. Maar ik vraag me af, heeft een van jullie wel eens mochi gegeten? Mocht je niet weten wat dit is, ziet er zo uit. En wat is jullie ervaring daarmee? Want ik spoil het alvast. Ja, ik heb er dus nu niet echt een positieve ervaring mee. Maar misschien heb ik wel de verkeerde variant ervan gegeten. Dat zou heel goed kunnen. Het is ergens einde middag. Een uur of half vier. En het wordt tijd om nog wat dingetjes voor school te doen. Dagen vliegen voorbij. Ik blijf dat elke dag zeggen. Het is niet dat ik mijn dag helemaal vol heb gepland. Maar ik heb best wel wat dingen te doen. En dan gaat de tijd gewoon heel snel. Maar ik heb morgen een deadline van een project. Dus daar moet ik nog wat dingen voor doen. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. En wat ben jij aan het doen, Rit? Ik ben ook aan school en ik heb ook deadlines die ik nog moet halen. Helaas. Dus die heb ik gewoon vrij. Ja, we gaan er gewoon voor. Het is tijd voor avondeten en voor vanavond hebben wij rijst nodig, tauke, satésaus, kroephoek, komkommer, spersiebonen en tempeh. Dit is het uiteindelijke resultaat. Het ziet er goed uit. Ik vind het altijd zo leuk als ik mijn rijst in zo'n ronde vorm doe. Hoe vind je het eten? Lekker? Ja. Nee. Zit het wel vol? Het was ook echt veel. Zoals gewoonlijk. Nou, maar normaal gesproken als we bijvoorbeeld iets met rijst eten, dan hebben we groente, vleesje of iets. Maar nu hadden we echt extra veel groente en extra's. Ja. Het was wel echt veel. Het was wel lekker. Ik kom niet om van honger. Nee. Het zit omhoog. Ik helpen? Nee. Oeh. Oh, daar komt ze hoor. Hallo. Hi. Welkom in de vlog. Hi. Looking my best. Ik heb hier zo'n lekkere wond op mijn gezicht. Oh. Het leek eerst op een make-up of zo. Make-up iets. Nee, ik was een beetje hard keer gegaan. Maar goed, maakt niet uit. Maar je hebt wel een mooie roze badjas iets aan. Cute! Het is inmiddels bijna 9:30. En ik heb bijna 2 uur lang met Chanou gefacetimed. Ja. En Leon. En Leon. En Richie. We hadden eerst even een facetime sessie met z'n viertjes. En toen ben ik nog verder gaan praten. Ja, je moet wat. Als je elkaar niet face-to-face mag zien. Maar ja, dat maakt voor ons eigenlijk niet zoveel uit.
We hebben heel lang gekletst, maar het was wel heel erg fijn. Het valt me op dat mensen in deze periode heel vaak met hun haar gaan experimenteren. Dus ik dacht, laat ik er ook zo eentje zijn. Ik heb deze Colorista. Ik heb sowieso al eerder een keer geprobeerd. Maar ik weet niet of het nu mijn haar pakt of dit te licht is. Maar we gaan het gewoon proberen. Als het niet pakt, dan niet. Als het pakt, dan pakt het wel. Dus, let's go! Wat heb ik gedaan? Oh, ik ben blij dat het een washout is. Het heeft nog best wel goed gepakt. Oh, wat heb ik gedaan? Waarom heb ik het gedaan? Oh, god. Ik heb mijn haar voor een deel even gekruld. Ik vind het eerder een beetje roodrozig. Wel echt roze. Maar ik vind het helemaal prima. Ja, het is even wennen. Ja, ik hoop oprecht dat het er ook wel echt uit kan. Maar niet dat dit forever mijn haarkleur wordt. Maar nu ik mijn make-up heb gedaan, kan ik er wel aan wennen. Ik ga nu naar Richie toe en kijken wat hij van mijn nieuwe look vindt. Ben je klaar om mijn haar te zien? Durf je niet te kijken? Durf ik het. Zie je een verschil? Ja, maar ik zie niet echt roze of zo. Ja, maar het is ook een beetje... half en rood vind ik. Ja, ik vind het ook eerder rood dan echt roze. Nou ja, voor mij is het natuurlijk... Ja, een beetje kleurblindheid, ja. En mijn ogen kunnen het ook niet handelen. Maar het is niet opvallend. Het bestaat je niet. Nee, ik vind het wel leuk. Dit stond eigenlijk voor gisteren op de planning. Maar we gaan het vandaag uitvoeren. We gaan chocolate chip koekjes maken. Maar dan even met een twist. Want op de achterkant stonden ook nog andere variaties. Namelijk dat je bij zo'n chocolate chips ook Oreo stukjes erin kan doen. Dus dat gaan we doen. Ja, tijdens deze quarantainefase ben ik een beetje verslaafd geraakt aan bakken. En eten. Eten sowieso altijd al. Maar ik vind het leuk om te gaan bakken. Dus we gaan daar koekjes maken. We waren vergeten bloem te halen. Dus het zou makkelijker geweest zijn als we bloem hadden. Maar op zich zien de koekjes er prima uit. Ik ga het koekje proberen. Ik ga nog even chillen, maar ik ga hierbij de vlog afsluiten. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En laat me weten wat jij deze dagen gaat doen of wat je hebt gedaan. En ja, dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!